Welkom bij de zelfstudie Microsoft Office 2016 en Windows 10 voor mensen die de upgrade hebben geïnstalleerd. Werkt u al regelmatig met Office 2010 of 2013? Maar is het nu tijd om op versie 2016 over te stappen en wilt u weten wat er is veranderd en vooral verbeterd? Dan is deze zelfstudie precies wat u zoekt. Hier leert u niet hoe u documenten opslaat of afdrukt, want dat weet u natuurlijk al lang. Hier leert u welke handige nieuwe functies aan Office 2016 zijn toegevoegd en hoe die bij uw dagelijkse werkzaamheden van pas komen. Stapt u ook over op Windows 10? Geen zorgen, ook daarop wordt u met deze zelfstudie voorbereid. Wist u dat u in Edge, de nieuwe internetbrowser, aantekeningen op webpagina's kunt maken? Tijdens de zelfstudie maakt u kennis met tenminste 12 nieuwe Windows-functies en leert u deze functies goed te gebruiken. In 22 lessen over Word, Excel, PowerPoint en Outlook leert u hoe u de nieuwe functies van Microsoft Office 2016 in allerlei werksituaties gebruikt. Vindt u de nieuwe functies interessant waarmee u gemakkelijk met uw collega's kunt samenwerken? Dan kunt u oefenen hoe u met anderen in real-time aan een document kunt werken of hoe u de onderlinge communicatie in groepen regelt. Bent u handig met cijfers? Dan moet u beslist eens Excel Power Query uitproberen. Tekent u graag? Met de nieuwe hulpmiddelen voor Inkt in PowerPoint kunt u uw presentaties eindelijk ook met de hand bewerken. En als u het precies wilt weten, dan staan de algemene intelligente functies van Office voor u klaar. Succes met de overstap en uw werkzaamheden. We wensen u uiteraard veel leerplezier.